hebben. Natuurlijk. Ik ben met die tape naar Manuela gegaan en ja, ik was behoorlijk wanhopig. En zij heeft toen contact gezocht met Toon. Ja, dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren, maar ik sta achter haar. U houdt van haar? Ja. Ja, er zit me nog één ding dwars. Ik begrijp niet waarom Manuela bij die ontmoeting met Toon Eijf achterin is gestapt. Ik bedoel, ze kenden hem. Dan stap je toch meestal voorin, naast de bestuurder. Ja, maar wie zegt dat ze achterin is gestapt? Toon is met grote kracht naar achter getrokken. De moordenaar moet dus op de achterbank gezeten hebben. Houdt u zoveel van deze man dat u voor hem de gevangenis in wil gaan? Ik wacht op je. 5 jaar? 10 jaar? Of ben je dan misschien al lang een nieuw leven begonnen? Met deze vrouw. Of met een van deze twee? Manuela. Dit is niet wat je denkt. Herman. Manuela, het stelt niks voor. Herman. Lieverd. Herman. Stil, lieverd. Ze zegt niets meer zonder advocaat. Herman. Hij heeft het gedaan. Ik was erbij. Maar hij heeft het gedaan. Leuningbijter. Het zat me de hele tijd dwars dat Toon plotseling poeslief zijn schuld aan Boertjes betaalde. Dus jij dacht eerst dat Boertjes Toon afperste vanwege die omgekatte wagens? Ja, dat klopt ook. Kijk, Toon betaalde meteen omdat hij bang was dat Boertjes naar de politie zou lopen. Maar dat is onopwraak. Je had toch op de plaats delict al die kabels in die taxi gezien? Dat had je toch op een idee moeten brengen? Ik zie dit programma toch nooit, mens. Hoe dan ook, Toon wilde wraak. En dacht meteen een broertje zwakke plek. En een taxi. Ja, en een taxi. Toon Eijf vervoerde broertjes regelmatig met zijn scharrels. Hij maakte stiekem een opname van die escapades. En gaf daarvan een band aan broertjes. Met die lekkere manuel in de hoofdrol. Broertjes belde haar in paniek op. En samen gingen ze op Toon af. Hoe weten we zeker dat jij niet nog een kopie hebt? Geen idee. Maar wat schiet ik daarmee op? Loop je alsnog naar de politie? Als je dat maar heel goed door hebt. Ik wil nog even zaken met je doen. Nee, ik doe geen zaken meer met jou. Hey, en je flikt me dit niet nog eens, hè? Rustig nou even, Herman. Ik wil dat je me nog 2 wagens levert. Nooit. Ik zal het je nog sterker vertellen. Ik krijg ze van je, voor niks. Zo, dan moet je dat toch op. Ja. Want weet je, ik heb nog wat andere tapes. Wat? Dat mokkeltje uit Japjum. Dat ziet er heel goed uit. En dan dat huppelkutje waar je mee was toen ik je van het Leidseplein moest halen. Ik denk niet dat Manuela die tapejes wil zien. Goeie klootzak. Ik sta niet op die tapes, Herman. 2 wagens. Diesels graag. Dat kan ik niet opbrengen. Jij wilt je schoonvader toch niet teleurstellen? Dat zou het einde betekenen van het familiebedrijfje. Kijk, als jij buiten de deur wil spelen, dan moet je de prijs betalen. Ik kan er natuurlijk ook nog een paar naar meneer Pastoor sturen. Hoe jij ze toch allemaal versiert met die roomse rotkop van je. Nou.
Wat zal broertjes krijgen? Tja, ligt eraan. Was het voorbedacht te raden? Broertje zegt van niet. Ja, een jaar of acht heb je tegenwoordig zo te pakken. Ja, en dan komt er ook nog een moment dat de hevig katholieke Herman Broertjes met zijn rommelige hormonen voor de grote rechter moet verschijnen.